Goedemiddag. Mijn naam is Auke Dirkmaat, commercieel directeur van de Jorgers. En ik heb hier twee heren op de bank zitten van het mooie bedrijf FSV. Die wij vandaag wat vragen gaan stellen over compliance, documenten, data. En ik wil ze heel graag van ze horen hoe zij bepaalde dingen aanvliegen in de wereld van de accountancy. Nou, als je inderdaad terugkijkt naar, jullie zijn ongeveer 10 jaar klant van ons. Hè. Jullie werken 10 jaar met onze applicatie. Onlangs ook gestart met de applicatie DCM voor de onboarding van klanten. Als jullie inzoomen naar destijds, wat was de grootste uitdaging die jullie toen hadden? Dat jullie zeiden, oké, hier moeten we wat aan gaan veranderen, hier moeten we wat mee gaan doen. Het belangrijkste was eigenlijk altijd dat wij het een bijzaak vonden op dat moment. En door de jaren heen leer je wel dat met name ook toezichthouders, maar ook bij reviews die je krijgt over je dossiers, er steeds meer aandacht is komen te ontstaan voor het onboorden van klanten, het monitoren van het proces. Waarbij het natuurlijk wel van belang is dat als je eenmaal documenten verzameld hebt, dat ze ook op een eenduidige manier terug te vinden zijn. Dat je altijd kunt reproduceren, dit hebben we eraan gedaan. Als je praat over impact die het gemaakt heeft op jullie, ook op de IT-kant en ook op de business-kant, zeg maar. Zijn daar ook bijvoorbeeld concrete feiten of misschien wel cijfers dat je zegt, nou, dit heeft ons wel zo geholpen of dit is de impact geweest. Dat bespaart ons iets of dat geeft ons nieuwe inzichten of nieuwe kansen. Als je gaat kijken naar het stuk comply, document manager, zeg maar, heeft dat zeker opgeleverd dat we een heel stuk minder papier hebben. Het hele dossier wat we vroeger hadden, of archief, is gewoon weg. Alles is digitaal. Dat betekent dus ook dat je dus digitaal alles gewoon kan benaderen. Alles er is. Met inderdaad een volledige audit trail van wie heeft wanneer het document aangeraakt. En wat is er toen mee gedaan. Dat is wel een mooie toevoeging ten opzichte van het stukje papier wat iedereen altijd had liggen. Mm-hmm. En natuurlijk het terugzoeken van documenten. Ik bedoel, we kunnen ons zo voorstellen als dat in een papieren mapje ergens zit. Voordat je aan iets teruggevonden hebt, dan zul je er feitelijk fysiek doorheen moeten gaan bladeren. En met de doorzoekmogelijkheden die er zijn, mits de goede kenmerken door de gebruikers worden meegegeven, is het ook veel eenvoudiger om documenten terug te halen. En als je inzoomt op het mooie woord compliance in brede zin. Zie je ook dat de toezichthouders in Nederland, waaronder de AFM, best wel veel toezicht heeft op de accountancymarkt de afgelopen jaren. En waarschijnlijk de komende jaren ook veel heeft. Zou je daar wat over kunnen vertellen hoe jullie daarmee omgaan? Ja, zeker. Daar hebben we natuurlijk de AFM aan de ene kant, omdat die begeeft zich met name ook het wettencontrole domein. Dus die pakken een deel van de markt. Daarnaast heb je natuurlijk het BFT, Bureau Financieel Toezicht. Die gaat met name over de WWFT-procedures. Het witwassen en financieren van terrorisme. En dat geldt voor je hele kantoor. Dat geldt voor al je klanten. En je ziet met name dat er steeds meer gekeken wordt naar het proces eromheen. Als je dat proces goed in de grip hebt, dan is er ook wel vertrouwen dat het product wat eruit komt ook een product is waar ze op kunnen vertrouwen dat legaal tot stand is gekomen. En daar is steeds meer aandacht voor. En als je kijkt naar het IT-gedeelte, zie je daar ook nog specifieke onderwerpen op? Vanuit toezichthouders, ja. niet heel specifiek. Het enige wat je merkt als ze inderdaad info willen hebben, dat ze wel zeker willen weten dat het juiste document is waar ze om vragen. En dat ze ook willen zien wie en wanneer wat mee gedaan heeft. Dus een document aanleveren en zeggen van dit is het, ja, dat is niet voldoende. En jullie zijn nu volgens mij ook een jaar geleden echt begonnen met het DAPAS gedeelte. Dat betekent dat alle nieuwe klanten voor de onboarding ook daarin worden gescreend en worden gecheckt. Je bent nu een jaar verder, dus je hebt waarschijnlijk nu ook gebruik kunnen maken van de continuïteit van de bestaande klanten. Kunnen jullie daar wel eens over vertellen hoe dat bevalt, wat de ervaringen daarin zijn? Ja, ik moet zeggen dat het onboardingsproces, dat is aanvankelijk lijkt dat best veel werk. Het is denk ik niet veel meer werk dan het traditioneel vastleggen op een formuliertje inscannen en dat soort zaken. Wat wel belangrijk is dat je je gevoel blijft houden bij van ja, waar wordt nou door de software eigenlijk op getoetst, waar wordt naar gekeken. Je maakt gebruik van sanctielijsten, je maakt gebruik van PEP-checklisten. Maar het eigen gezonde verstand blijft natuurlijk altijd nog wel de boventoon voeren. In hoeverre zitten er voldoende koppelingen in met nieuwsberichten. Dus dat je ook voor jezelf weet, als je een tool gebruikt, dat je niet maar 10% van het spectrum gebruikt wat je kunt gebruiken. Maar dat je wel een goede dekking hebt van de bronnen waarin ook jouw software aan het kijken is. Ja, en dat is natuurlijk altijd veel moeilijker
voor ons in te schatten. En ja, dat is alleen maar in gesprekken vast te stellen van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Want ja, het simpel tegen een toezichthouder zeggen, ja, ik heb op het knopje geklikt en hij heeft een check gedaan. Ja, als je niet weet waar hij op checkt, ja, wat heb je dan gedaan? Hè? En, dat is denk ik wel een proces wat we goed in de gaten moeten blijven houden in het hele monitoringsproces van klanten. Okay. Nou, wil ik jullie heel erg bedanken voor dit korte interview. Ik zie ook jullie heel erg innovatief zijn, heel erg bezig zijn met de onderwerpen die nu vandaag de dag spelen. Bedankt voor de openheid, bedankt voor de antwoorden. En laten we er een mooie samenwerking van blijven maken. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel.